en zal vanavond moeten winnen om in de race te blijven. Martin Breuer, de libero van FC Den Bosch. Wim van Dorst. En de eerste overtreding van Corrie Lems. Voice, geen opbouw van achteraf. Lange ballen, simpel voetbal. Dat is hetgeen wat opvalt in de eerste 15 minuten van de wedstrijd. Lange halen, snel thuis. John van Nielen. Kamps van afstand. Treffende schot met het linkerbeen. En dan. Maar kan de kleine van de Horst niet voldoende kracht geven aan de bal. Maar een schitterende actie van FC Den Bosch. En onmiddellijk stijl. Ad van der Linden. Kamps. Die wil wel werken. Die buffelt door. Geert Jans. Met veel geluk. Chris Bossen. Adriaanse. Te veel risico's. Gorter en Breuer. Edwin Gorter. Nog altijd. Harry van der Ham. Evers van de Pluim. Een goede acties in die eerste 15 minuten van deze wedstrijd. Het is nog wel altijd 0-0. Er zijn kansen geweest voor beide ploegen. Er wordt open en spontaan voetbal gespeeld. Ton Wittbart maakt de hens. Mag doorspelen. Er vindt Edwin Gorter. Gorter, goed gedaan. Evers, oh, voortreffelijk met de binnenkant. Te kort gespeeld aan Evers. Smeets. Goede beweging. Gorter, Evers, Martin Breuer. Van der Bos. Goed naar Romein. Arie Romein. Goossens, de kans. Gerrit Goos. Breuer, als er een half uur is gespeeld in de Vliert in Den Bosch tussen FC Den Bosch en DS79, dat is 0-0. Het is niet onaantrekkelijk, het is eenvoudig voetbal. Probeer zo snel mogelijk de goal van de tegenstander te bereiken. Kansen zijn er geweest voor beide ploegen. Harry van der Ham. Met ruimte. Ja, dat was meer een voorzet die mislukte. Witbaard. Aan Evers. Overtreding tegen Chris Bossen. Hey, Piet Rost. En een verschrikkelijke knal. Na 32 minuten spelen. 1-0 voor DS79. Een vrije trap en dan zeg ik toch zeker van 35 meter. Een verschrikkelijke aanloop en dan in de bovenhoek Hans van der Pluim kansloos. Epi Drost. Goossens zit er goed tussen. Wim van Dorst. Bert Goossens snel. Nog altijd Bert Goossens. En neergelegd door Ton Witbaert. Vlak buiten de 16 meter lijn. De gele kaart. Piet Kamps. Opnieuw in de muur. Wessel van der Bos. Overtreding. Snel genomen van Dorst. Smeets. Smeets, en als hij dan eenmaal gaat met die lange benen, dan bestrijkt hij toch veel terrein. En daar de traditionele fout van Epi Drost. Maar heel zwak afgegeven van Romein. Gerrit Voice. De voorhoede van FC Den Bosch is in de beginfase van de tweede helft machteloos. Kan geen openingen maken.
De achterhoede van DS blijft gemakkelijk overeind, ondanks dat Geert Jansen een geblesseerde indruk maakt. Die speelt de wedstrijd zeker niet uit. Romein. Goossens geen buitenspel en nu heeft hij de ruimte. Tom Witbaar terug. Gerrit Voijs. Oh, wat een enorme kans na 10 minuten spelen. Een enorme kans na 10 minuten spelen voor Bert Goossens. Helemaal vrij, kan alleen op de doelman afgaan. Maar verprutst de kans grandioos. Ja, en het huisorkest probeert een beetje leven in de wedstrijd te blazen. FC Den Bosch is er gevoelig voor na een kleine 15 minuten spelen. Edwin Gorter. Prima geopend, Harry van der Ham. Van der Ham, Huub Smeets, daar de kant voor Arne Evers. En 2-0 voor FC Den Bosch. Na een kwartier spelen in de tweede helft. Wissel bij DS79. Hakim Braham gaat Harry van der Ham vervangen. Wessel van der Bos. Romein. Gerrit Voijs. Problemen achter bij DS79. Er moeten nog 15 minuten worden gespeeld. De stand is 2-0 voor DS79. Storm. Drost. Drost in de problemen. Gerrit Voijs. Wim van der Horst. Nog een dikke 10 minuten te spelen en wil FC Den Bosch wat gaan doen, dan zullen ze dat heel snel klaar moeten maken. De tijd loopt door. Martin Breuer. Eichhorn van Grinsven, overtreding. Lange jongens voorin bij Den Bosch, Storm. Maar dan wordt de bal te laag ingespeeld. Van der Horst. Daar de kant voor Wim van der Horst. Met het linkerbeen. Zulke kansen zal ik niet meer krijgen. Lems. Eichhorn. Van Grinsven. Buitenspel Kees Storm. Drost Braham. Jansen. Smeets. Slecht afgegeven van Breuer. Huub Smeets. Hakim Braham, maar dat kan 3-0 zijn en dat wordt ook 3-0. 3 minuten voor het eindsignaal. 3-0 door Braham. Huub Smeets. Wint een kopduel tussen twee verdedigers van FC Den Bosch in. Brengt de bal bij Braham en heel gemakkelijk wordt het hier 0-3 voor DS79. Van Grinsven. Daar de kans en het doelpunt van Piet Kamps. Het is 3-1. Maar de wedstrijd is afgelopen voor de Bossenaren. Er zijn nog zo'n een paar minuten te spelen, maar de oude Piet Kamps, de harde werker, redt de eer voor FC Den Bosch en meer niet.